Ik er wel bij zeggen dat er heel veel van onze problemen vooral veroorzaakt worden. omdat we geen auto hebben. <laughs> dat is wel zo. Oh, we moeten het al apart van elkaar gaan lopen. Nee, doen. liever niet. We moeten alleen om met leuk. elkaar te communiceren. Ja, maar dit soort dingen is juist leuk om, om juist samen te ervaren. Ja, ik weet niet. Misschien moet je gaan swingen. Hoe zie jij de ideale liefdesrelatie voor je? Welke eigenschappen heeft die persoon? Uh, mijn ideale vent. Ja. Yeah. Daar kijk ik toch nu naar. Dank je, schat. Maar eerlijk? Ja, dat is eerlijk. Echt? Ja. Ben ik ideaal? Ja. Ook Guitig koppetje. Ja, dank je. <laughs> Guitig kom. Is dat Lekker kleppen. Ja, zwaar. Um, maar er is ja. toch ook wel iets wat ik niet heb, wat je misschien nog wel zou willen toch? Ja, misschien... Uh... <laughs> een harige balzak. <laughs> wat wilde je zeggen? Wie is ik? <laughs> ik wilde zeggen een derde been, maar goed, die heb je ook. Een toch? derde been? <laughs> Omdat die te klein is. Nee, dat is een dankjesgat. <laughs> <laughs> fijn, fijn dat je dat uh, weer even zo nee, uh, in de podcast uh, nou, ja, Misschien dat ik zou willen dat je wat vaker platform sneakers aandoet, toch? Van die hoge spice -curl schoenen. Zodat ik wat langer ben. Ja. Ja, je zou altijd gewild dat ik een paar centimeter langer. Was. Nee, ik moest eigenlijk altijd op kleine mannetjes gevallen. Dank je, schat. Ja. Maar? Nee, niks, maar. Dus eigenlijk niet. Nee, uh, nee, ik dit vind dit kleine mannetjes leuk. Dit is het. Ja? Mm. Oké. Okay. Ja, en uh, als ik nog echt heel hard moet nadenken, zou ik uh, misschien. Uh, Oeh, Iemand willen die uh, heerlijk uh, in zijn auto het hele land doorrijdt. Ja, oké. Okay, dus minder angstig. Ja. Dat had wel lekker geweest. Ik denk dat dat wel heerlijk had gevonden, ja. ja. Want ik hou namelijk heel erg van uit het raam staren in de auto. Maar je bent zelf ook beter voor de rijbewijs. Ja, ja. Maar oh. dan kan ik zelf niet uit het raam staren. Daarover gesproken, trouwens. Mm -hmm. Klein updateje. Ja. Ja, vanuit jou? Oh, oh vanuit mij. Ik denk, ja, vanuit je. niet vanuit mij. Ja, ik ben geslaagd voor mijn theorie. Ze is geslaagd voor de theorie. Yay, nou, dat was wel even een dingetje. Toch? Vond je dat? Nou, je was wel zenuwachtig. Nou, ik kan gewoon iedereen aanraden. Gaan niet al die proefexamens doen. Nee, juist wel? Nee, niet. Ja, wel. Want ik ben er het zo onzeker van? van. Ja, dat is wel waar. Je ja, werd echt onzeker. Het was ja, echt de dag voor ik daarvoor. Dat je nog helemaal te stressen? Zes jaar geleden uh, mocht ik ook mijn rijbewijs gaan halen van Sinterklaas. Nee, <laughs> oh, Was Sinterklaas zo geil? Die is alweer het land uit vandaag schat. Nee, het was bij een bedrijf wat ik werkte waar ik werkte. En. Um, um, toen had ik theorie-examen, toen leerde ik alles uit een boek. Yeah. Um, en ik weet niet of je toen ook al online iets kon doen, maar ik heb in ieder geval uh, helemaal te pletten geleerd in dat boek. Uh, toen ben ik erheen gegaan, toen dacht ik nou, ik denk dat het wel gaat lukken. Toch zenuwachtig, mijn mm. moedertje ging mee en uh, dat was in één keer gelukt, geslaagd. En nu dacht ik van, ik ga het anders aanpakken, mm -hmm. ik ga die theorie-toppers nemen. Je weet hebben we gedaan, heel het weekend hebben we uh, ja. zitten kijken. Maar er zaten dus allemaal proefexamens bij. En ik werd uh, steeds onzekerder, Want die, die, die gevaarherkenning, ja. terwijl ik het de eerste keer gewoon, uh, gewoon kon. Ja, sommige vragen waren ook letterlijk het tegenovergesteld. Dus en dan wat die dan zijn. zei hij van: als je zo'n gevaarbord ziet, met bijvoorbeeld fietsers of wandelaars, of weet ik veel wat er op kinderen. Dan is het sowieso handig om even vaart... ook al zie je niks op de weg, om vaart af te nemen. Mm. Ja, ik luister gewoon heel goed naar instructies. Dus ik doe dat. En dan was het weer, nee, je had hier niks moeten doen. En ik werd er helemaal, helemaal gek van. Want ik dacht, ja, hoe kan dit nou? Mm. Uh, dat ik hier opeens, dat ik dit niet meer kan. En um, toen... Uh, toen ging ik dus uh, toch wel iets wat zenuwachtiger. Je werd helemaal gestrest, vond ja, ik zelfs. In de, ja, ik moest bijna janken, geloof ik. Ja, ik denk en van, ik, dit ga ik niet kunnen. En, ik, en ik, mocht niet, uh, ik mocht niks meer zeggen ook. Vet zonde. Ik zeg, ja, ben ik zelfs al geld kwijt? Toen blijf ik zakken? Te, toen zei ik tegen haar van... Ja, nou ja, dan ben je nu geld kwijt. Desnoods betaal ik het wel mee. Ja, maar dan tot... moest ik wel ophouden met zeuren. Dat kon ik niet. Dus toen, <laughs> toen was dat aanbod weer vergaan. <laughs> ja, toen was het aanbod weer weg. Ja, dus, ja, ja. Uh, maar toen ging Dus het examen weer in en ik was, was, ik was, was het eerste onderdeel. Ja. En ik was het aan het doen en ik denk van, dit is toch, nou, dit gaat hartstikke goed. En, en die, die uh, voetgangers waren uitgelicht, die borden werden uitgelicht. Het was zoveel duidelijker. Ze maakten het hem veel makkelijker eigenlijk in het, uh, bij het CBR dan dat ze het bij theorie toppertjes deden. Nou, maar ook ik had ook nog van mijn eigen reisschool nog een bepaald oefening. Nou, dat vond ik ook echt, ik moest soms nou, met een vergrootglas erop zitten om te zien wat er nou gebeurde daar. Terwijl we het letterlijk op de tv zaten te stream om te kijken ja. of dus we dus zagen het al groter. Nou oh ja, ik zag het gewoon, ik zag van heel veel dingen, zag ik het gewoon. Nee, we maken best wel veel fouten die je waarschijnlijk daarna helemaal niet meer gemaakt hebt. Nou, en ik had maar vier foutjes in mijn uh, in mijn gevarenherkenning. Dat moeilijk? ik. Nou, ik vond het geweldig en toen dacht ik bij mezelf, je moet jezelf niet altijd gek maken. Als je gewoon goed geleerd hebt, heb je goed geleerd. En afrijden? Um, Zijn we ja, afrijden, van? dat is gewoon natuurlijk één grote Zeenuwen. Maar ben je daar al? Uh, heb je het idee dat dat binnenkort gaat gebeuren? Mm, nee. Oh. Nee. Hoezo nee? Hoezo nou, zo? nee, was de had er mij gezegd van als we als we, ga ik hem inplannen. Ja, maar omdat het van tevoren ingepland moet worden om te wachttijden gewoon zijn. Ja, dat is februari Ja, dat hoop ik dan maar. Ja, dat hoop ik ook maar. Ja, ik weet het niet. Ik denk wel dat ik echt een topchauffeurtje ben, maar ja, angsten houden me tegen. Sinterklaas is het land uit. Het is uh, we gaan richting de Kerst en uh, we hebben nog niet mooi versierd. Ik vind wel dat we even volgende week uh, een beetje wat uh, tierenlantaarnjes moeten hebben. Ja? Moet een klein beetje feestelijk eruit zien. Misschien kunnen we hier zoiets leuks hangen, zo'n uh, ja en hier slingertje. misschien een kerstboompje en uh, een kerstboom van maken, toch? Ja, ja. Dat ding, ziet, de, achter mij staat een plan, plant. En ik heb eigenlijk wel vaker reacties. waarom heeft hij geen pot en nou, hij ziet er niet goed uit en zo. Nou, dat klopt, hij ziet er ook niet goed uit. Dat is wel Sneu eigenlijk, als is je geen pot sneu. hebt gegeven. Ja, eigenlijk wil, wil ik hier nog steeds een beetje iets leuks van maken. maar het is een beetje all over the place. Ja, joh. Mm. Ik vind het leuk. Nou, ik vind op zich die postertjes van mij wel leuk hierbij uh, staan. Ja, het is wel heel veel van, van jou. Ja, uh, staat ook achter iets van jou. Ja, het is mijn, het is mijn bedrijf. Mag, wat wil jij dan? Ga je een groot uh, schilderij maken dan? Ja, ik dacht misschien een zelfportret. Naak? Nee, oh. niet naak. <laughs> maar goed, de decembermaand is natuurlijk de maand van dat je alleen maar door begint te gaan. Ja, door uh, begint te gaan. Uh, ja, je ja, begint heel alleen maar door te gaan. Dus, uh, nee, maar het is druk. Uh, je hebt allemaal verplichtingen en dat soort dingen. Ja, dat vind ik al te, te. Nee, ben ik het niet mee eens. Je bent niet mee eens dat het druk is. Nou, ik vind niet dat je jezelf allemaal verplichtingen moet opleggen, nee. Nee, dat snap ik. Maar heel veel mensen hebben die verplichtingen wel, meid. Ja. Jij kan altijd wel doen alsof je alles niet wil, maar dat betekent niet dat andere mensen dat niet hebben. Dat je snap kan... ik niet. Wat? <laughs> betekent niet... Ja, maar jij wilt dingen niet, dat snap ik. Maar je moet toch sommige <laughs> dingen doen. Dat is nou uiteindelijk Hè? zo. Het is niet zo... Alsof... Dat zijn toch helemaal geen verplichtingen, joh? Het zijn een soort van verplichtingen, toch? Ergens... Ja, misschien ligt de hele familie uit elkaar als je niet meer komt of zo. Dat, dat denk ik wel, ja, als je ja. Die, uh, dan, nou ja. Bij mijn familie zal het wel meevallen. Ja, ik denk dat het hartstikke meevalt. Wij hebben redelijk weer simpele families in dat opzicht, denk ik. Mm -hmm. Maar daar wil ik het helemaal niet over gaan hebben, want over kerst gaan we het een andere keer hebben. Oh. We gaan het hebben over liefde in de winter ja dat hebben we opgeschreven. ik weet ook niet wat we daarmee bedoelen ik weet ook niet wat we daarmee bedoelen volgens mij bedoelden. was dat uh, hoe je het leuk kan houden met twee ja in de dat winter. was het inderdaad ja. Mm -hmm. ja nou weet je het steek van walmeid. ja het lukt nog niet helemaal tussen ons deze winter maar... nee, we zijn <laughs> allebei een beetje sagerijner volgens mij een beetje aan het fit op elkaar nee joh. oh niet dat is toch gewoon banter hoe ja yeah, you're so my type on paper ro banter you're my type to the t on paper nee, van love island uh, oh dat ken ik zeggen al ze, al niet. ze allemaal banter Banter. Yeah, we have such nice banter. Dat is uh, dat je heel veel humor tussen elkaar hebt. Oh. Ja. Yeah. Nou, die voel ik niet elke dag hoor, schat. Oh. <laughs> eerst, eerst knikken en daarna. Ja, oh. ik mo hij moest nog binnenkomen. Hij had echt een lange weg af te leggen, hoor. Sommige <laughs> dingen in mijn hoofd. Nee, maar goed. Wat, 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 want wat is het verschil tussen de zomer en de winter? In principe in de zomer. <laughs> <laughs> Laten we daar even op, op inzoomen. Nou. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel. Hoe de, wat, wat is het verschil? Waarom is het verschil? Nou, Het verschil, In winter grote het moeilijker. verschil is dat seizoenen. Dus. Kan ik er trouwens wel bij zeggen. Dat heel veel van onze problemen. vooral veroorzaakt worden. omdat we geen auto hebben. Het ja. is wel zo. Want ik denk dat je veel meer kan. Nou, opgelost, te kopen een auto klaar. Nou, uh, ik merkte wel dat er een zekere. Uh, uh, een groep mensen was online die het erg lekker vindt als het winter wordt. Ja, want we hebben het dus over winterdepressie gehad uh, mm -hmm. twee weken geleden. En um, daar kreeg ik veel reacties op van dat mensen het eerlijk vonden, want uh, zomer, ja, dat uh, dan hebben ze geen verplichtingen uh, ja. of dan uh, voelen ze niet FOMO. <laughs> FOMO. Ja, of ze vinden de winter gewoon fijner. Wat ik, ja, ik begrijp het echt niet meer goed. Ja. Uh, I don't judge. Nou, kijk, uh, ergens begrijp ik het, want je hebt het idee dat je, omdat de zomer zo kort duurt in Nederland... Ja, dat is wel waar je... Dat je wel alles eruit wil halen wat eruit te halen ja. valt. En dat als je een andere meer ziet doen, dat je denkt van... Ja, nou, dat moet ik ook nog doen. En uh, dit moet nog, want hmm. uh, voor je het weet uh, zit je weer in de kou. Ja. Dat snap ik wel. Ja. Ik snap het ook dat mensen denken van... De winter is lekker, want dan hoef ik minder te doen van mezelf. Ja. Dat is natuurlijk weer daaraan te linken. Ja. Uh, maar ik vraag me wel af hoe jullie dan in godsnaam jullie boodschappen doen... jullie wandelingetje maken... En Gewoon iets gezellig voor dus buiten de deur hebben, of blijf je gewoon heel de hele winter in winter slapen. in de in het huis? Kan ook hè? Een, want iedereen zegt dan altijd van ja, lekker dekje om, lekker zo erbij, lekker ja. de, kaaskrasantje. Hier even, even naar links sturen om een je bij de supermarkt te zetten. Dat toch? denk ik dus echt. Want ik zie, ik zie dus nu voor me dat iedereen met een deken op de bank zit en heel de heel de winter daar blijft zitten. Ja, maar, maar je, je moet toch maar je naar moet, je berg, je moet dingen je doen, je moet uh, boodschappen doen, je moet uh, naar de kapper, je naar nou, je moeder hoeft niet altijd, maar ja, jeetje, je hebt toch alles te doen en dan is het toch altijd fijner om dat in de zomer te doen. Ja, ik gok toch dat... ja, Ik, ik weet het niet, uh, dat er gewoon veel autos, zijn, nee, dat er veel auto's in het spel zijn. Ik denk dat er veel auto's in spel zijn, Ik denk alleen maar aan al uh, toen ik nog in Scheveningen werkte, dat ik dan terug zat met de bus halt en dat het zo ontiegelijk koud was. Dat ik dacht van oh, ik wil echt niet meer. Ja. En ik kreeg het gewoon niet warm en toen moest ik thuis gaan douchen. Douchen. En toen was het alweer donker. Ja vooral die donkerheid daar snap ik ook niet ja maar er waren ook mensen die zeiden van ja maar ik vind juist uh, als het lang licht is vind ik vervelend ja dat vind jij trouwens ook vervelend en de, lekker in de dat zomer dat vind jij ook vervelend toch als lang ik... licht nee vind ik heerlijk dus tot tot elf uur licht vind jij niet nee erg. dat vind ik vervelend nou natuurlijk dus tien lang uur licht donker <laughs> ja ik ja. wil wel wanneer ik wil slapen rond tien ook dat het donker is Besef, hè, wij slaap... jij slaapt gewoon om... nou trouwens gisteren slop jij om twaalf uur nou ik slaap wanneer ik dat wil je wat ik bij de hand maar, ik wil het nog even zeggen. En als ik in de zomer naar Scheveningen moest, ging ik lekker op de fiets, We beweging pakken. Nou, alles is zoveel luchtiger, nog een beetje een vitamine D'tje op mijn gezicht, heerlijk genieten. Kwam je thuis, dat je alle tijd nog, het was niet gelijk pot donker, pot donker, gewoon donker, pot donker. Ja, het maakt uit vanaf nu, is het een woord. Ja, ik weet het niet zo heel goed. Ik, uh, ik snap niet waarom inderdaad mensen dat zo fijn, fijn vinden. Maar in de zomer is het ook makkelijker, want dan ga je even een terrasje op, ga je even dit doen, ga je even dat doen. Uh, ja. Of je gaat even gezellig inderdaad uh, een wandelingetje maken. Dat is wel echt ons ding, we houden echt van wandelen. Ik denk dat heel veel mensen daar niet echt kunnen indenken Hoezo? Nou, Ik heb altijd het idee dat heel veel mensen het altijd vinden. Als maar je wij... had toch een polletje geplaatst, en toen de meeste mensen zitten tot 10.000 stappen per dag. Ja, nou mijn anus. Ja, serieus. <laughs> dat staat echt nergens. Dat geloof op. Daar niet. geloof ik echt helemaal niks van. Nee, daar geloof ik echt niks van. Ik geloof heel veel dat er echt wel veel mensen zijn die 10.000 stappen per dag zetten. Nou, we hebben een keer geprobeerd op. om het 10.000 elke dag te houden. Dat was best wel een. Uh, dat was echt vaak. een ding. Terwijl wij echt veel wandelen. We hadden nog die horloges ook, dus het telt ook binnen en zo. Ja, ja. nee, dat vond ik echt dat ik dacht van oké, okay, dus iedereen. De mensen zeggen gemiddeld dat ze dit doen. Dat geloof ik echt niet. Ik denk dat de meeste mensen gemiddeld 5000 zitten. Ja, hooguit. Denk ik. Ja. En dan, dat is als wij een dag rustig aan doen, dan halen wij 5000. Ja. Als wij gewoon vol vo Als stappen. wij gewoon even onze grote wandeling gaan pakken, dan hebben we er 10.000. Nou ja, wel meer vaak. Ja, oké. Okay. Maar dan de niet zo grote wandeling. Maar goed, terug naar het onderwerp: mm -hmm. liefde in de winter. Ja. Wat vind jij dat dat, dat nodig heeft? <laughs> nee, maar wat, wat, wat vind je dat dat. Ja, dat ik denk dat je wel wat meer moeite moet doen om het gezelliger met z'n tweeën te maken. Ja, maar toch ook weer niet, want ja, dus een lampje aan en een kaarsje aan en een slikje, tikje, pikje, pikje. Dat maakt het en, gezellig. Ja, vinden mensen wel. Over nou ja, het algemeen. Ik, van een kaars uh, sla mijn longen dicht, dus dat hoeft niet. Oh. Maar lekker eten vind ik wel fijn, maar dan moet je er ook weer uit in die... Uh, in die rikouw. <laughs> God groot klaagzang. Nee, ja, ik kan me wel voorstellen dat je wat meer moeite moet doen om je relatie wat gezelliger te houden. Ja. Omdat je niet. Uh, je hebt niet die nou, die luxe van dat je gewoon wel lekker op uitgaat met z'n tweeën. En je ziet wel. Maar Want je, je moet met meer dingen rekening houden. Dus je moet het thuis gezellig ook hebben. Maar vind je dat wij er genoeg moeite in steken? Ik vind dat wij. Nou ja, de, laatste de laatste tijd zitten we wel wel heel veel uh, een beetje lang uit bij die tv. Ja, en dat ik zelfs begin te denken: dit is wel saai. Oh, gelukkig, schat. Ja, en dat gebeurt echt niet vaak. <laughs> ik heb het al weken dat ik echt denk: Jezus, Christus, zeg, kan er niet eens een keer iets gebeuren? Ja, nou, het is dat we nog, dan zitten we nog een leuke documentaire te kijken, oké. Okay. Ja. Maar ik, ik word akelig als ik um, op de bank zit en ik heb precies wat te kijken. En ik denk van. Nou, zat ondertussen tijd vereten worden en kijken en is het drie uur. Nou, dan weet ik niet, dan weet ik even niet meer waar ik het zoeken moet. Die dag. Maar waar, waar, waar komt het door dan? Zitten wij er gewoon niet lekker in? Of nee, ik denk dat er minder opties zijn. Want dan. dan dan kijk ik bijvoorbeeld opties. naar jou en dan denk ik van, nou, dan kunnen we wel even gaan wandelen. En dan kijk ik naar buiten ja, en dan dat denk is je wel ja, nou, laat la, okay. maar. Dat, nou, dat is wel echt serieus zo. Wij hebben, wij, wij, nou, wat ik ook al zei, we houden echt van wandelen, maar niet met regen. En de afgelopen maand, <laughs> anderhalf maand, heeft het zoveel geregend. Dan wilden we inderdaad s'avonds nog even een wandelingetje maken. Kon niet. Regen. Maar je als... kan wel een wandeling maken. Nou, maar dan moeten we een grote regenpakken toch gaan je aanschaffen. We hebben het al een keer over gehad, toch? Over de regenpak. Die zouden we toch gaan aanschaffen? Ja, dat hebben we niet gedaan. Omdat ik niet een maat, mijn eigen maat kan vinden. Ja, of je moet je gewoon eroverheen Ik wil zetten. graag kindermaat, ja, maar... 100, Oké, okay, maar ik wil hier even op terugkomen. Sorry, ik ga je toch doorheen praten. Okay. Want van de week waren we in de mal. Daar toen... hadden ze niet mijn maat. Nee, maar toen zei je... Ach, afgezien daarvan zei je op een gegeven moment ineens ja, maar ja, goed, uh, dan, uh, ik heb helemaal, eigenlijk helemaal geen zin om een regenpak aan te doen. Nee, de, wie vindt dat leuk? Nee, maar toen wilde je het ook aan niet manier. Toen zei je van, nee, laat maar, ik hoef het helemaal niet meer. Nee, maar het toen is, hebben we wel, dat, dat... Dat is echt een grote stap waar je overheen dus, moet zetten. Hoor. Dus dat boek was al dicht. Nou, de hele winter zitten we binnen. Dat maar weet één. je wat je zou kunnen proberen? Hè? Mm -hmm. Om het boek wat minder snel dicht te klappen. Dus hij dat... Om hem gewoon op een kier te zetten. Ja. En dan te zien of dat regenpak er nog gaat komen. Of niet. Maar wat kan je nog meer doen in de winter... Ja. Oh, je ziet er heel raar uit, niet? Ja? Maar wat kan je dan nou meer doen in de winter? Wat dus wel leuk is, om het een beetje spelletjes. Voorzien. We hebben laatst al weer spelletje gespeeld, ja, is wel we, leuk. We zijn met schaken begonnen. Nou ja, nou ja. begonnen. We hebben geprobeerd om een ja, we keer te een schaken. Gekeken. We hebben een YouTube-video <laughs> gekeken en toen dachten we dat we konden schaken. <laughs> <laughs> Ik denk dat het probleem bij ons is dat wij snel verveeld zijn. Ja. En dat wij snel denken: van laat maar we gaan op de bank liggen. Dat is makkelijk. Nou. We doen wel veel. We, worden wel, we zitten wel in de sleur. Zitten we in de sleur? Nou, nou, dit voelt alles behalve nee, van sleur. Nee, we hebben veel lachen en dat soort gierige rolletjes. Maar we zitten wel een klein beetje in de sleur. Een klein beetje. Nou, ik vind het heel onprettig om te horen dit. Nee. En ik wist niet dat jij zo over mij dacht dat ik jouw sleur ben. Jij bent geen sleur? Ik voel sleur. Nee, vanuit mezelf voel ik een sleur. Ja? Ja, omdat, omdat de afgelopen maanden ik ook natuurlijk. Wij deden best wel veel dingetjes, gingen we even daar en daarin. daarin. Voor, door mijn spanning lukt dat soms niet. Zo nou goed. ja, dat is wel even een vraag. En jij bent ja. jij bent ook wel vaak vermoeid? Ja, dat komt door jou, omdat je er altijd bent. <laughs> <laughs> nou, lekker leuk dit. Nee, maar heb je niet het idee dat we de afgelopen weken, maanden best wel veel op de bank zitten? Ik ja, heb echt het idee dat schat, 90% van de tijd Ik weet thuis wel dat er een hele grote verandering is geplaatst. Je bent minder gaan werken. Yeah. Hè? Je bent veel meer thuis gaan zitten. Ja. Yeah. Uh, dat is het. Dat is de grootste Maar Wat verandering. deden we hiervoor dan? We gingen hiervoor. Ja, even ja je ging wel een workaholic hiervoor. Nee, dat ja, is echt wel mee. Heel veel achter de computer. Je ging sowieso als uh, uh, heel vaak zat jij gewoon in je eentje te werken. Dat viel echt wel mee. Dat is echt waar. Ah, Oké. Okay. Dat is echt waar, hoor. Oké. Okay. En dan uh, lag ik heerlijk thuis op de bank. Ja, niemand die toekeek, toch? Ja, en vervolgens na drie uur appen van ja. Ik nee, dat ging ik wel even een mannelingtje alleen. Nee, maken. dat is niet waar. Je en hebt dan hebt dan zo was veel... ik bijvoorbeeld in de mal. En zei ik: van, Kom je ook nog ja, even? Precies, dus ja, maar dat is okay. toch niet erg? Dat is toch gezellig? <laughs> ja, dat is gezellig. Ja, maar dat kunnen we nu. Te... Ja, maar wat is er dan nu voor. Ik denk dat wel ook wel echt deels het weer dit jaar is. Dit jaar? Dus elk jaar. Dat hè? Het regen. Nou, zoveel regen. Ik weet niet. Het zal weer de natste november ja, dat zijn. Zal december, weer. Zal de januari, en februari. De de maar en de, en de. Nou goed, maakt niet uit. Maar. Er is iets waardoor ik denk dat wij. Uh, we hebben een klein beetje een duwtje nodig. Ja. ja, ik weet niet, misschien moet je gaan swingen. Daar vind ik ook wat van, schat. Van swingen. Vind je, vind je dat niet leuk? Swingen? Nou, nee, dat lijkt me heel ongemakkelijk allemaal. Nou, sorry, ik, ik denk uh, drie jaar in onze relatie, dan laten we het maar over een paar. Uh, nog, uh, over een paar. Over jaar. Tien jaar zien even hoe, 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 hoe we er dan in staan, toch? Nee, maar ik bedoel meer, ik denk wel dat het... We hebben zo vaak de afgelopen weken gehad dat we naar buiten keken en dachten van, ja laat maar. Ja, maar ja, wat kun je dan doen? Wachten op die auto en een kopen? Ja, maar dus, dus, komt het uiteindelijk neer op. Ik heb vaak me wel echt af of die mensen, dus inderdaad, die, die gewoon lekker gaan in de winter, of die een auto hebben of niet. Ik denk het wel, ja. Toch? Ja. Kan me niet beantwoorden. En als jij nou die ene unieke, zeldzame persoon bent die heerlijk vindt en geen auto heeft. Nou, ben ik wel laat we dan benieuwd. ons even ja, weten wat jij allemaal dan... doet. Ja graag, ja. Nee, maar wat zouden wij even als we even kijken, wat zijn nou dingen waar wij nou, waar waar wij, wat wij leuk vinden om te Eten. Doen? Ja, eten, oké. Okay. Wandelen. Goed. Wandelen. Maar dan ook echt een uitdaging zetten, bijvoorbeeld we gaan naar deze stad of deze stad wandelen. Dat vind ik echt leuk. Nou, hoeveel steden zijn er in de buurt waar we heen kunnen wandelen? Nee, dat vind ik oprecht leuk. Ja, dat vind, ik oprecht leuk. ja vind ik ook leuk. Ja, ja, we zijn kunnen... een keer naar Katwijk gewandeld, toch? Ja. Was dat Katwijk? Mm -hmm. Katwijk? Ja, dat wilde ik soort... nog door naar Katwijk aan Zee. En toen zei jij. Nee, dat was, nee, dat was Wassenaar. Zijn we toen in gewandeld. Katwijk aan Zee bestaat überhaupt? Nou ja, Katwijk aan Zee is. dat is, is, de, dat is de plaats. Hè? Katwijk aan Zee. Waar waren wij? We waren in Wassenaar. Wassenaar. We zijn toen naar Wassenaar gelopen. Ja, en toen wilden we door naar het strand... en dan bleek dat nog echt twee keer zo ver te liggen of zo. Ja, dat was nog iets van ja. een anderhalf uur langer. Toen ja, we dachten toen we, nou, we, nou, laat maar. We zijn een keer naar Scheveningen gewandeld. We zijn, maar dat doen we allemaal wel als het wat lekkerder weer is. Wat, ja, je, wat, is kunnen we, wat, wij, wat kunnen wij verzinnen voor onszelf? Wat we dus kunnen gaan doen... in de winter. Is dit een soort van brainstormcast? Ja, bijna wel. Ja, ik weet het niet. Want het is, ik merk wel dat wij... Uh, Dingen laten liggen. Misschien kunnen we een hobby vr? oppakken. Een hobby oppakken. Ja, een hobby. Nou, jij hebt wel eens vaker gezegd dat je dingen wilt doen zoals uh, keramiek. Ja. Fase uh, maken of zo. Ja, maar dat is of wel keer... allemaal buiten de deur natuurlijk. Ja, dat maakt niet uit. Maar ik denk dat we. Misschien is dat wel leuk als we een keer iets leuks gaan doen. Alsof het nooit iets leuk maar ik bedoel, meer dat je een andere hobby gaat proberen of iets. Uh, ik wil ook een keer graag een bonbon workshop en daar nou, dus, te maken. Maar workshop. Dit zijn dus dingen. Daar, dat is wel het ding. Ik Denk dat veel mensen daar kennen. Dit is dan wat je zegt, maar we doen we nooit. Misschien moeten we eens een keer doen. Ja. Het probleem is alleen. Ja. Wat de ouder oh, is alweer een probleem. Ja, maar wat gaan we als eerste doen? <laughs> Oké. <Okay>. Het <laughs> nou, ja, is niet zo'n groot probleem. Kijk, je hebt ook bijvoorbeeld bijlen werpen die bestaat ook. <laughs> Waarom zou je dat willen? Ja, dat is toch grappig gewoon. Van, keertje... mij er, uh, huh? van mij daar neerhangen zeker. Foto van mij daar neerhangen. Hoezo? Ik ga, uh, ik haat het niet. Ik hou van je. Oh. Waar? Ja. Nee, maar gewoon wat dingetjes uit onze comfortzone proberen. Klein beetje. Ja. Ja, ik zou dan wel bijvoorbeeld uh, op line dancing willen. <laughs> maar alleen als we dat in een nummer draaien. Dum 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 dum. dum, dum dat. Ja. Ja, van je kies dat eigenlijk? Ja, zo'n, uh, weet ik niet. Is het niet van Billy Ray Cyrus? Nee, nee, nee het is een beetje. Die heeft ook zo'n uh, nummer, toch? Zou ook goed kunnen, ja, Het is echt zo'n. Een zo country-zanger. Ja. Billy ja. Ray Cyrus is natuurlijk. Billy Ray Cyrus, songer. man. Natuurlijk, ja, dat is uh, met de Old Town Road toch ook. Ja. Yeah. Maar wat gaan we dan als eerste doen? Dan gaan we dat gewoon nu afspreken. Dan moeten we dat ook gaan doen. Ja? Yeah? Een ton uh, bakken wordt. Maar moeten we het dan, dan niet uh, iets langer? Ik doe iets met kleien. Ik hou wel van kleien. Oké. Okay. Je wil kleien? Ja. Weet je dat klei heel ontspannend kan zijn? Ja, dat zou wel kunnen. Weet je dat in mijn. Toen ik therapie had. Heb je gekleid? Nou. Oh. Ik was dus 16 en toen ging ik van school af, want ik was depressed. Uh, en toen kwam ik oh, op God, een therapiegroep weer, terecht. Jongens. En uh, daar was ook een school aan verbonden. Yeah. Maar er zaten echt twintig leerlingen op. Nou, geweldig. En ik kwam daar aan, toen gaven ze me havenboeken. Ik zeg: Nee, dat heb ik echt. Dat, dat wil, weet ik niet. En toen zei ze: Nou, je mag ook wel handen, handarbeid. Ja, leuk. En nou, toen heb ik echt een half jaar lang alleen maar gekleid. Wat is dit? <laughs> Nou, dan moeten we wat fases uitkomen, schat. Ja, we ik heb doen. allemaal Hello Kitties gemaakt en zo en uh, potjes en. Uh... Maar we moeten eigenlijk gewoon wat wat gaan proberen. Misschien blijft er iets plak. Maar ik ben dus heel erg bang dat wij allebei een beetje hetzelfde daarin zijn en dat we dingen dus wel leuk vinden om een keer te doen, maar niet echt als hobby gaan zien. Maar is er een hobby pottenbakclub uh, dan? Ja, maar, weet je dat zij dat in ons dorp niet. trouwens heel veel dingen zoals schilder- en tekenlessen doen? Waar? Ja, en waar jij je spulletjes haalt, je verf. Ah, ja, maar doe is ook leuk. Ja, maar tekenles? Ik wil wel schilderlessen hoor, vind ik wel leuk. Een beetje vingerverven en zo. <laughs> ja, maar dan denk ik wel bij mezelf. We zijn creatief genoeg met bijvoorbeeld. Ja, dat. Maar dan het kunnen is we net goed een doek kopen en onszelf gaan maken. Maar nemen. ik wil wel een beetje. Uh, Maximaal 40 hoor, de lezerscategorie. Ja, maar dat gaat niet. Het dus allemaal zenuwen. Voor lijst van voorwerpschat is allemaal heel oud. Ja, maar dan weet ik alweer. Dan kom ik thuis en dan moet ik gelijk slapen. Omdat ik al die parfum heb ingeademd. <laughs> ik denk dat we deze winter gewoon eens een keer wat dingetjes moeten gaan proberen. Ja, ja leuk. Leuk. Idee. Maar ik wil ook werpen. <laughs> nee, ik ga geen Wel een keer? Dat is in de delft. Pel boog boogschieten doen. vind ik wel grappig. Oeh, pel om boogschieten? Nee. Ja. ja. Kunnen we nog meer dingen bedenken? Zo hallo, kunnen we nog meer dingen bedenken? Um, dus dan gaan we eigenlijk hobby's proberen. Of gaan we, uitjes, of hoe noemen we dit? Ja, ik denk uh, onze. Um, nou, kijk, wij hebben natuurlijk al één grote passie. Ze zit op de balk um, <laughs> met de muis. En bij jou is het. Uh, niet meer klikken met de ja, muis. En, en op een knopje drukken, uh, een record. Het is allemaal um, binnen ja. en achter de computer. Ja. En misschien is het wel eens leuk om te kijken of er iets is wat meer. Bonbons maken is ook wel echt cool. Ja, maar dat is ook niet een, een wekelijkse hobby. Nee, dat is wel kut. Maar hè? ik zou het wel leuk vinden. Want misschien kunnen we dan onze eigen bonboncollectie uitbrengen, toch? Waarom moeten het dan? Ja, Maar, dan, vet, zit er, ja, maar dan, zit, dan zit er dan wel weer gelijk iets aangekoppeld. Ja. Is ook ik weet dat ik wel allemaal in een bonbonnetje kan stoppen, hoor. Godverdamme. dat klinkt echt. <laughs> <laughs> nee, maar wat zou. Oké, ik... dus, bonbon... okay, dus de, de lijst is bonbons mm -hmm. maken. Ja. Bijlenwerpen. <laughs> Bijlenwerpen. Ik wil ook uh, klei uh, cursussen. Klei cursus? Tekencursus? Teken ja, schilderen vind ik leuker. Cursussen gaan we doen. Cursussen gaan we doen. Dus. Daar zijn dat kan je toch online vinden, gewoon cursussen. Ja, maar ik wil niet een van die stomme thuiskursus doen. Nee, ik wil En ik wil niet naar meer rijden voor een uh, cursus. Ik wil niet naar meer. Ja, maar god zeg. <laughs> Sweet Lake City. <laughs> zie, je, zie je weer allemaal ijsdrap. Ja. Wanneer? Kijk, wij kunnen ook door de week dit, dit soort dingen mm -hmm. doen. Maar dan zijn die cursussen niet vaak op zaterdag. Ja, dat zondag. weet ik niet wel. Als je in de seniorencategorie gaat, toch? Dat is ook wel zo. van die Maar vind je het dan niet lastig dat we dan weer in het sociale gebied zitten? Ja, ergens wel, maar um, ja, hoe moeilijk is het om met senioren te praten, toch? Ja, zo ook wel zo. Moet je gaan uitleggen wat YouTube is, toch? Ja, <laughs> ja mijn vriend is een influencer. Influenza. <laughs> en zo Knol? Ja, nee, hij is eigenlijk een soort van de AliExpress-versie van Enzo Knol. <laughs> Oh, oh. Wat is AliExpress? Ja, dat is een soort van... Uh, uh, eBay. Ja. Een is soort eBay? van action, maar dan online. Wat is action? Dat weet u wel, mevrouw. Mevrouw, die wil ook wel. Dat zit zelfs in het bjaar thuis. Nee, maar uh, oké. Okay. Um, dus uh, kleinwerpen. Koken? Uh, <laughs> ja. koken. Kun je cursus koken? Nee, bakken. Ja, ik vind koken helemaal niet leuk. Nou, dan gaan we bakken ook goed. Jij bent koken toch leuk? Ga jij uh, lekker vrienden maken op de kookcursus? Ja, maar ik vind het wel gezellig om met jou een cursus te doen. Ja, we komen niet uit onze comfortzone, zone, schat. Oh, willen we oh, We moeten we het al apart van elkaar gaan lopen? Nee, doen. liever niet. Maar ik denk wel van ja, het nee, is het wel is met leuk... elkaar te communiceren. Ja, maar dit soort dingen is juist leuk om, om juist samen te ervaren. Ja, toch? het is eigenlijk ook wel zo. Het is juist leuk om dan. Uh... Het is eigenlijk helemaal niet leuk om het in je eentje te doen als je, als ja. je iemand hebt om het mee te doen. Ik vind het wel niet. Daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar ik, ik vind het wel leuk om het dan gezellig samen te doen. Ja, ik denk, we proberen het juist gezelliger met z'n tweeën te krijgen, toch? Ja, het is ook niet zo dat we het niet gezellig hebben samen. Te doen. Nee, we hebben het eigenlijk altijd toch gezellig. Ik vind het altijd gezellig, maar het was meer dat ik dacht: van... we zitten zoveel op de bank, we moeten ook even weer eens wat leuks gaan doen. Ja, maar, maar het kost wel weg aan vermogen, die cursus. Ja, dat is ook Ik gezellig. heb er wel eens een keer naar gekeken, naar ja, een bonbon. En toen dacht ik echt iets van in de 60 euro. Ja? ja, ik vond het echt intens. En waar kon je dat dan doen? In Den Haag? Ja, zo? Den Haag. Oké. Okay. Ja, ik kan niks in de buurt vinden, Nee, Nee, oh ja, dus dat is de buurt, toch? Den Haag. Dat was... Is dat echt de buurt? Nou ja, ik vind Voorburg nog steeds een Ik vind wel soms als ik achter in Den Haag sta, dan denk ik wel van... Ja, ja dat is zwaar. Zijn we hier met een vlieg vliegtuig gekomen? <laughs> nou, dat voelt wel als ver. Ja, maar zo maken we toch allemaal problemen of geen probleem <laughs> uiteindelijk. Ja, wij zijn echt twee van die verwende nesten, vind je Nou, niet het? verwende nesten, maar ik denk dat wij allebei een beetje passief zijn. Mm -hmm. en, en Heel veel beren op de weg zien eigenlijk. Ja, vind ik jammer. Ja. Ik wil ik wil het wel. in de zomer wel. zie ik echt die beren niet Nee, gewoon. ik zie het dus ook niet. In nee, de ik, winter ga, ik, ga meer beren. ik ga gewoon ik ga gewoon lekker. Ik zie het wel. Je komt er wel. Maar is het ook niet zo dat je in de winter ook meer beren ziet omdat ze allemaal op de weg liggen te slapen? Ja. Nou, meestal proberen ze dat onder de grond en in, in holletjes te doen en zo. Ja, maar deze beren maar, niet, hoor. Nee, ze zijn er ja, echt niet meer zo evolved, zeg maar ja. dat ze Maar wat zou, wat dus bijna zei je ook nog? Ja. En ik dacht misschien ook voor jou leuk om uh, water aerobics te doen. <laughs> We hebben nog een tijdje gedacht om te gaan zwemmen. Dat hebben we ook nooit gedaan. Nee, maar ik was daar wel een beetje op tegen. Want dat chloor, het komt allemaal tegen je haar aan. Mm. En dan moet je van die badmutsjes. Maar dan komt het alsnog onder. En ik wil gewoon echt niet kaal worden. Zijn er nog meer hobby's die mensen kunnen bedenken? Dat ze denken van, dat is misschien wel wat voor jullie. Laat het vooral weten. Ja, ik denk uh, cursus minder klagen, toch? Maar klagen toch niet echt? Ik vind niet klagen. Kijk, dit Weet is je niet... hoeveel mensen het als een, als een geweldig iets zien? Dat ze gewoon de winter lang door kunnen spenderen. Lekker binnen Dekentje, teetje, de de bank. Ja, echt. Ze zijn er echt. Snackje van de week. Nou, ik heb dus een snackje van de week. Iets wat namelijk binnen is gekomen. Eindelijk, of als je mijn vlogs volgt en uh, food video's, dan weet je het. De Mijn musli kalender Krijg ik niet voor betaald, trouwens. Dit uh, is er nog wat bovenop, zie ik. Oh. Guten Schein Oeh. Guten Shine voucha. Maar dit, was, uh, dit hadden we net geprobeerd. Het was Cinnamon Snowman. Er zitten van die uh, kaneelchocolaatjes in. Die vond ik echt lekker. Vond deze echt wel. Ja, maar die, members, die dingen zijn zo leuk voor hem Dat denk ik wel, erbij van ja, hoe, hoe gezond is dit? Nou, ja, ik het denk het het dat je daar niet week, over dus na moet uit. denken nee. Als bij Snack van de week. Oh, En dan moet ik ook altijd mee uitkijken, want anders krijg je weer een hele. Uh, cancelbrigade over me omdat ik iets zeg dat het ongezond is. De cancelbrigade, nou ja, is, is een, dat keer... een account of uh... Uh, besef dat als ik een keer iets uh, zeg dat iets gezond of ongezond is, dat ik dan helemaal kapot gemaakt. Ja, heb. maar weet je dat dat zo uh, uh, persoonlijk is wat mensen gezond vinden en niet gezond? Je moet je gewoon niet zo aangevallen voelen. Gaan we doen? Huh? Gaan we doen? Ja, ik wil even een witte ja, halen. Uit okay. je moet je gewoon niet zo aangevallen voelen op dat gebied. Ik voel me wel aangevallen op dat gebied. Kunnen we ook niet. ja hij ruikt zo lekker, hè, deze. Mm. I love it. Maar? It's real good. Ja? Ga verder. Kunnen we nog iets met eten bedenken wat we zouden kunnen doen? Ja, ik denk dus uh, een eigen bakserie. Als hobby? Maken. Als hobby? Ja. Een, een bakserie als hobby maken? Mm -hmm. mm. Waar gaan we dat doen dan? In onze kleine keuken? Nee, ik dacht, we kunnen hier toch een leuke setup maken? Echt? We hebben alleen een overtje nodig. Ja, het zou wel kunnen op zich. Ja, en die tafel moet dan weggeschoven worden, dat bedoel je. wordt echt een volle bak hier, hè? Je hebt, het wordt echt tijd, je gaat uitbreiden. Ja, ik moet uit gaan breiden inderdaad, ja. Maar deze is echt wel, ik vind het wel lekker, Die mijn muesli-dingen. Sommigen dachten ik echt van, oh, toch, er zat er eentje bij. We hebben ja, dus een dus de zat er zaten de zure dingen in. Er de zure dingen in, dat was zo ranzig. We hebben dus die hele kalender gekregen, die dure kalender. Die wilde ik eigenlijk unboxen voor een video. Maar er zitten echt wel dingen. Ik vind deze nou echt wel lekker. Maar die andere vond ik echt niet tevreden. Dat ding. Nee, dat was, nou, dat was alles. Uh, lekker. Behalve zuur. die zure dingen die erin zaten. Ja, ja. Maar ja, er zit ook hele mooie. Van die thermosfles zat erin. En ja. uh, heel mooi theeglas. Ja, ik, ik hou er wel van hoor. Hé, hey, maar schat, even tussen jou en mij. Hè. Mm -hmm. um, nu hebben we dus een idee bedacht. Dus dat ja. we iets gaan doen. Zullen we daar ook een tijdslimiet aan zetten? Dat we, we, we eens een keer. Ja, ik denk voor morgen. Dan moeten we al iets gaan doen. Of we iets gezocht hebben. Iets gezocht hebben. Oké, okay, dus dan kunnen we volgende week bespreken dat we iets gezocht hebben. En niet per se dat we het al gedaan hebben. Ik vind het wel leuk hoor. Ja. Maar wat, wat is het eerste wat je wil doen? Hey. Kleinkursus? Uh, ja, zoiets of bonbonnetjes. Die bonbons zijn voor jou echt een ding hè? Ja, of, uh, <coughs> of bijlen werpen. Ja, dat is wel lekker makkelijk. Dat is gewoon oh. bijlen werpen. Oh. <laughs> ik heb er eigenlijk niks meer jou bijlen werpen. Dan moet je er zo de gamma om die bijlen te gaan halen, of niet? Nee, ze hebben gewoon... De... Dan gaan we het dan... oh. Waar gaan we het dan op werpen? Of zo eentje dat je uh, 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 allemaal van die troep kapot mag maken met van die... Uh, oh, zo'n... Uh... slaan. Ja, zo'n kamer of escape room of zoiets dergelijks. Ja, zo uh, escape room? Dat zit hier achter trouwens, een escape room. Ja, dat weet ik inderdaad. Daar is het. Daar, ja. Ja, heb gelijk. Zo. Goed, binnen. hè? Zo. Ja. Nu wow. weet eens dus een keer waar we zitten. Sick. Ja. Maar goed. Volgende keer zijn we terug en dan weten we wat we gaan doen. Ja. En dan gaan we het ook hebben over de kerstdagen. Dan ziet het er ook allemaal wat leuker uit. Mocht je nog iets aan toevoegen. Uh, mocht je nog iets willen toevoegen, doe dat vooral. En dan zien we jullie. Dan uh, spreken jullie ons. Uh, voor...